rare bos. Dat is echt het meest domme bos wat ze kunnen bedenken. Starstory. Dit dan. Dit is niet leuk, dit is niet interessant. Het is helemaal een beetje rondjes rennen. Het is niet moeilijk. En ze moeten een beetje sneller worden met zit. Ja, de Pegasus Boost is dat toch niet goed. Dat was echt ontzettend moeilijk. Draven, wat is Draven? Hoi. Ik heb flippers. Nou, ik ga ermee kappen. Wel weer verder. Zo. Ik heb nog een andere game gestreamd. Ah, ik wil het geen zin hebben. Nou, dat snap ik. Nou, er is hier nog een andere game of niet? Doe wat leuks. Oké. Wauw, kijk, een vette desktop. Elu. Nou, even kijken, hoe stel ik nou dit X-dingetje broadcast in om op mijn... screen reset. Ik wil dat je mijn hele scherm pakt. Kan dat ook? Dat moet wel kunnen. Bla bla bla. Add game. Windows Live Messenger. Deze die kan nu weg. Delete. Deze kan weg. Add screen region. Nou, gewoon zo full screen. Top. Bah. Kijk, mijn hele motherfucking desktop. Oh yeah. Maar dit is niet de screen wat ik zocht. Piep. Ik ben hier nog best wel nieuw op in, hè? Dat zie je misschien toch wel. Fantastisch dit, mijn motherfucking desktop. Kijk hoe mooi dit is, mijn desktop. Echt een mooie desktop. Wauw, wat een desktop. Ah, hoe kan ik... Ah, zo. Mijn desktop. Kijk. Mop. Open. Kijk. Oh, nee. Niet in Steam. Die versie wil ik niet spelen. Ik heb een speciale editie. Ja. Play.
game zien. Hij laat niet de game zien. Wat is dit nou weer voor onzin? Het game. Yes. He he. Kijk. Ik kan het wel. En hoe? Hoe kom ik hier nou weer uit? Up. Weg. Ik wil me... Weg. Fuck it, dan maar mini. Kijk. Hoppa, micro desktop. Oh ja. Yeah. Dit is wel een toffe game. Press start on every controller. Waarom? Doe iets. Wat is dit toch lastig? Hoe de fuck krijg ik dit mijn spelletje weer terug? Ja, rage, ja. Zo het wel. Ik wil gewoon mijn spelletje spelen. Wat is dit nou voor onzin? Start Task Manager. Hup, we doen het gewoon op de ouderwetse motherfucker way. Sorry voor het gevloek. En task. Go to process. End process 3. Yes. End. Dank u. Nog een keer. Play. Het is na 12 dan mag alles. Dan dank je wel. Hoppa. Ik wil de frames even wat hoger zetten. Kan dus niet. Niet. Kiana Sisters, dat is een platform gamepje. Best pittig. Uit deze game is zo goed. Hallo, ik ben Diana. Ah, het is de eerste keer dat het lagt op mijn PC. Het is wel een beetje laggy. Games, dat is niet eens zo high-end. En ik zit hier met een videokaart, dat is, die is 1000 euro. Ik heb een zwaar overgeklokte CPU. Misschien moet ik wel eens een wat... Ja, graphics zijn fantastisch, man. Kijk, en dit is zo cool aan deze game. De muziek verandert, de wereld verandert. Ja, mijn RAM is 24 GB. Thank you.
64 bit. Ik heb een high-end game PC, alles al gehad. Sketchje opzoeken. Ik heb een GeForce 96. Wat ik zo mooi vind aan deze game is die graphics, de muziek die verandert. Kijk dit dan, ik vind het zo cool. Hij is er wel weer vrij simpel. Het wordt echt gewoon een raging dragon. Deze heeft kijk maar, fire moves. En deze kan dit doen. Maar de wereld verandert. En deze niet echt dit zo. Woef. Woef. Zo deze. La 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 la. Jee. Nou, level 2. Ja, zo moet je het een beetje zien. Die andere doet meer damage. Als het een beetje lijkt, is het een stuk moeilijker hoor. Moet ik ook wat lager streamen, dat kan ook nog. Maar het mooie is, je kan ook van gedaante veranderen wanneer je de move doet. Zoals dit, kijk, ik spring de lucht in, kijk, mijn look is vul. Dus je moet heel vaak strategisch denken.